Ik zou nu graag Roald Laperre als vertegenwoordiger van het departement willen vragen om ons wat te vertellen over de toekomst van waterveiligheid in ons land. Dankjewel. De toekomst van het waterveiligheidsbeleid begint in het heden. Dus wat ik zou willen doen is even stilstaan bij waar we nu staan, waar we naartoe gaan en natuurlijk hoe data en informatie daar een rol in spelen. En het zal niemand verbazen dat die naar mijn oordeel daar een hele grote rol in spelen. Maar daar, dankjewel Patrick, daar zal ik straks wat meer over zeggen. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Ik denk voor veel mensen hier bekend, maar toch goed denk ik om even mee te starten. Omdat we met de Delta-beslissing waterveiligheid, die eigenlijk deze maand 2 jaar geleden werd genomen, en de vertaalslag daarvan in regelgeving, een heel nieuw systeem van waterveiligheid krijgen. Waarbij elke Nederlander, elke inwoner hetzelfde minimum basisbeschermingsniveau krijgt van 100.000ste per jaar. En dat wil zeggen dat de kans voor elk individu om te overlijden als gevolg van een overstroming nooit groter mag zijn dan 0,001%. 1.000ste%. En daaruit vloeien een heel aantal veranderingen voort, waarvan ik er een aantal zou willen noemen. Allereerst is die nieuwe wettelijke norm berekend op basis van een risicobenadering. Hoe groter de gevolgen van een overstroming, hoe strenger de norm. Het type van die norm is veranderd. We zijn van een overschrijdingskans naar een overstromingskans gegaan. En waar de oude overschrijdingskans aangaf welke hydraulische belasting de kering veilig moet kunnen keren, geeft de nieuwe overstromingskans aan met welke kans het fout mag gaan. En zijn daarbinnen onzekerheden ook expliciet meegenomen. Dijkringen die we in het oude systeem kennen worden dijktrajecten. En uit de risicobenadering blijkt, en daarom doen we ook die verandering, dat achter de dijk binnen 1 dijkering de verschillen groot kunnen zijn. En vandaar dat we overstappen naar dijktrajecten. Per norm, ik moet eigenlijk zeggen per dijktraject, zou je kunnen zeggen, gaan we werken met een systeem van normering wat deze zaagtand probeert duidelijk te maken. Namelijk met een signaleringswaarde en met een ondergrens. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want het hele systeem werkt zo dat zodra je begint eigenlijk daarbij bij 1 op die blauwe lijn, zodra je de signaleringsnorm passeert, gaat er een systeem van herstel in werking, gaat er een onomkeerbaar stappen in gang om tot versterking te komen. En dat hoeft niet per se te betekenen dat meteen bij 2 de schop in de grond gaat, maar wel dat dat onomkeerbare proces van versterking in gang wordt gezet. Dit is echt een grote verandering en ik zal er straks meer over zeggen, betekent ook heel veel voor data en informatie. De nieuwe normen zijn toekomstgericht. Alle keringen dienen in 2050 aan die nieuwe normen te voldoen en plaatsen. En dat zal denk ik ook een aantal mensen heel herkenbaar voorkomen. Waar veel slachtoffers kunnen vallen, krijgen ook extra bescherming. En dat geldt ook voor een aantal plaatsen in Nederland met hele vitale en kwetsbare infrastructuur. Preventie staat voorop, daarom hebben we dit systeem. Maar, en dan refereer ik aan de bijeenkomst waar Patrick Poelman denk ik ook net aan refereerde gisteravond, met bijvoorbeeld de veiligheidsregio Utrecht. Het is namelijk niet alleen preventie, maar daarnaast ook de zogenaamde laag 2. Hè, proberen door ruimtelijke inrichting maatregelen te nemen en crisisbeheersing. En daar ging de bijeenkomst gisteravond over. En ik was, zeg ik maar, ook best onder de indruk hoeveel gemeenten ook al bezig zijn met die derde laag van meerlaagsveiligheid met crisisbeheersing. Deze hele verandering leggen we vast in de nieuwe waterwet. Die is dit voorjaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Die is op 7 juli met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Daar zijn we natuurlijk met elkaar, vind ik, mogen daar best trots op zijn. Want het gebeurt niet elke dag dat een wet met 150 stemmen de Tweede Kamer passeert. En hij ligt nu in de Eerste Kamer. En wij hopen dat hij ook dit najaar in de Eerste Kamer, zeg maar, met dezelfde grote meerderheid wordt afgerond. En het systeem dan op 1 januari ook formeel in werking treedt.
Ik had het al over een fundamenteel andere werkwijze. En dat betekent bijvoorbeeld dat ook het systeem van toetsen wat we kenden uit het verleden ingrijpend gaat veranderen. En dat begint al met het feit dat waar we vroeger spraken van WTI, we nu gaan spreken van WBI, van wettelijk beoordelingsinstrumentarium. En dat is meer dan een semantische verandering. Volgens de nieuwe waterwet gaan we één keer in de 12 jaar rapporteren over de staat van de keringen. Dat doen we op basis van een beoordeling. En die beoordeling vindt natuurlijk plaats op basis van een instrumentarium. Dat hebben we al in het verleden in 3 rondes gedaan met toetsing. Nu doen we dat met een wettelijk beoordelingsinstrumentarium. En wat een aantal elementen daarvan zijn die denk ik hier het noemen waard zijn, is dat punt wat ik net noemde, dat je op dijktrajecten gaat beoordelen en niet langer op dijkringen. Dat je toekomstgericht gaat beoordelen naar 2050 toe in plaats van nu meteen alles op orde willen of hoeven brengen. Dat je gaat werken van grof naar fijn. Dat je ook gaat werken met onzekerheden, hè, want dat hoort bij dat systeem van overstromingskansen. En dat je gaat werken met geïntegreerde software in plaats van met losse onderdelen. En logischerwijs betekent dit ook dat we gaan werken met grote hoeveelheden data en informatie. En dat is ook de reden waarom het onderwerp data management een hele prominente plek zal innemen in dat nieuwe wettelijke beoordelingsinstrumentarium 2017. Rekenmodellen bijvoorbeeld die eronder liggen zijn gewijzigd, worden ook op dit moment getest. En dat is best een spannende periode waar we in zitten. Vanaf 1 september is het testen van dat nieuwe WBI gestart. En dan gaan we ook merken hoe het zeg maar in de praktijk toepasbaar is. De eerste geluiden die ik daarover hoor zijn enthousiast en positief. En daarom zou ik ook dit moment willen gebruiken om iedereen die er de afgelopen maanden hard aan heeft gewerkt. Hè, dat zijn de collega's van WVL, bij Rijkswaterstaat, van Deltares, maar ook van keringbeheerders. Ook vanuit de diverse bureaus is eraan meegewerkt. Er is naar mijn gevoel ontzettend veel werk verzet om te zorgen dat dit een systeem wordt wat op 1 januari operationeel is. En nou ja, we zullen dan op 1 januari, als iedereen ermee aan de slag gaat, of vooruit 2 januari, zullen we zien hoe het uitpakt. Daar kom ik zo op. Wat het logische vervolg is van een systeem waarin je de keringen beoordeelt, is dat je na die beoordeling ook in de ontwerpfase komt. En die ontwerpfase wordt vanzelfsprekend ook gefaciliteerd in de zin dat er een ontwerpinstrumentarium komt. En dat ontwerpinstrumentarium geeft de mogelijkheid om de hydraulische belasting te berekenen. Nieuw is dat we niet meer werken met 1 maatgevende belasting, maar met een heel scala aan mogelijke hydraulische belastingen. Nogmaals, wij gaan dat faciliteren met zo'n ontwerpinstrumentarium. Maar het is denk ik ook heel goed om ons te realiseren dat uiteindelijk de koppeling gelegd zal moeten worden met het hoogwaterbeschermingsprogramma. Waar als spin in de web zou je kunnen zeggen de aansluiting plaatsvindt tussen de beoordeling, het ontwerpen en de uiteindelijke programmering van de diverse versterkingen. Dit beeld van plan, do, check en act zullen jullie hoop ik herkennen. Heel belangrijk denk ik om ook hier te benadrukken dat een uniforme en gestructureerde wijze van het inwinnen van data cruciaal is om dat hele proces van beoordelen en ontwerpen goed te kunnen doen. Vraagt een grote inspanning van alle beheerders, hè, de waterschappen, maar ook Rijkswaterstaat. En om die reden investeren we in data en informatie over waterkeringen. En dat is heel hard nodig. En die cyclus van plan, do, check, act die hier achter mij wordt uitgebeeld, is, als ik het goed begrijp, mede daarom ook een bekend begrip in de wereld van waterveiligheid, verbonden aan die noodzaak tot goede data en informatieinwinning. Uniformering zou ik ook willen noemen.
uniformering van IT en zorgen dat er met nieuw integraal ontwikkelde software wordt gewerkt bij die beoordeling. Op die manier ontstaat er namelijk ook een transparant en navolgbaar oordeel van die keringen. Kunnen we in dat nieuwe waterveiligheidsportaal, wat via het informatiehuis Water is ontwikkeld, ook zorgen dat we de relevante gegevens goed toegankelijk beschikbaar hebben. En zeg ik er ook bij, hebben we een basis op basis waarvan uiteindelijk de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, ook als toezichthouder kan een oordeel zich kan vormen over het resultaat van die hele beoordeling. Nou, en dat resulteert dan opnieuw, ik noemde het net al, in een programmering van het hoogwaterbeschermingsprogramma. En gaat uiteindelijk die schop in de grond om te zorgen dat we in 2050, maar ook natuurlijk op weg naar 2050, kunnen voldoen aan die nieuwe normering. En dat brengt mij natuurlijk ook bij de vraag hoe we de juiste voorwaarden creëren voor die datagedreven aanpak. Hoe we omgaan met data en informatie in de waterwereld. En hoe we het zo organiseren dat we de kracht van iedereen daartoe benutten. En daarvoor zou ik ook de zogenaamde routekaart 2020 willen noemen. Ik zie Roeland Allewijn hier ook in de zaal zitten. Wij spraken er gisteren ook wat uitgebreider over. Het doel van die routekaart 2020 is om te zorgen, als je het heel abstract formuleert, dat Nederland in 2020 toonaangevend is in de wereld als het gaat om IT en waterkeren. Dat word je natuurlijk niet zomaar. En uiteindelijk gaat het er niet alleen om toonaangevend in de wereld te willen zijn, maar ook om gewoon te zorgen dat je het in Nederland goed doet. Dat doen we en zullen we moeten doen in een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en marktpartijen. En die routekaart 2020 die kent eigenlijk drie uitdagingen. Die formuleert drie uitdagingen. De eerste is helderheid scheppen over standaarden en de mate waarin data, brondata, metadata, systemen en applicaties open ontwikkeld dienen te worden. Dat is één, denk ik, hele belangrijke uit die routekaart. De tweede is dat we een eenduidig dataprotocol ontwikkelen om dat te kunnen doen door alle waterbeheerders. En als derde het ontwikkelen van een evaluatietool. En als we dat voor elkaar krijgen, denk ik dat we een hele goede basis hebben om die hele beoordeling en ontwerpcyclus goed te kunnen doorlopen. En nou, zouden we vanzelf ook toonaangevend op dit punt in de wereld moeten worden. En nu hebben we het vaak over bring in the Dutch. Nou zeggen de Engelsen geloof ik wel eens bring it on. En nou, als we die it dan met hoofdletters schrijven, dan zijn we helemaal klaar, zou je kunnen zeggen, als het gaat ook om onze kennis op dit terrein in de wereld te vermarkten. Nou, dat brengt me bij een aantal voorbeelden. Dit is eigenlijk de link die ik net beschreef. En dat geldt ook voor dat informatiemanagement en het punt wat ik net noemde, dat we uiteindelijk ook toonaangevend in de wereld willen zijn. Deze wilde ik aangeven omdat ik denk dat het ook belangrijk is om met elkaar een aantal voorbeelden te hebben en ons daardoor te laten inspireren. Binnen, en dan kom ik logischerwijs natuurlijk ook bij het werk van Flood Control Eikdijk, veel kennis ontwikkeld en denk ik heel belangrijk om daarop voor te bouwen. Heel veel sprekers vandaag zullen denk ik dat ook als hun leidende thema hebben. Hoe bouwen we voort op wat er in dit traject allemaal is gedaan en voorbereid. Toch wil ik ook hier een paar voorbeelden noemen. Het Dijk Data Service Centrum voor de opslag van meet- en monitoringgegevens. Het bezwijkexperiment piping, waardoor een beter inzicht in dat pipingproces is verkregen. En de resultaten daarvan zijn ook verwerkt in die rekenregels in dat nieuwe wettelijk beoordelingsinstrumentarium wat ik aan het begin toelichtte. Allerlei systemen voor dijkmonitoring zijn ontwikkeld. Wat ik zelf ook een hele aardige vond, ik geloof dat daar links op die foto staat, is dat er in een weekend in mei een hackathon is georganiseerd op basis van een dataset die gegenereerd is in het hele Eikdijk, Flood Control Eikdijk traject, waar in Groningen een groep mensen in een weekend aan de slag is gegaan om te kijken of ze daar een aantal bruikbare applicaties van konden maken. En dat is gelukt. Er zijn echt hele interessante dingen geproduceerd. Ook prachtig om te zien wat voor energie er loskomt als mensen belangeloos op een vrije zaterdag aan de slag gaan met zo'n dataset. En ik vond het ook bijzonder om te zien dat daar hele
nieuwe, onbekende partijen waren die hele zinnige dingen te melden hadden. Sterker nog, de winnaar was eigenlijk een bedrijf wat niet eerder in de watersector op die manier actief was. Waarom hebben we vanuit INM Flood Control Eikdijk gesteund en hoe kijken we aan tegen het vervolg? Nou, het waarom spreekt eigenlijk voor zich. Hè. Als we het belangrijk vinden om aan innovaties bij te dragen, is een goede samenwerking tussen binnen die driehoek van kennisinstellingen, overheid en private sector cruciaal. Dat gaat niet vanzelf. Om die reden verdient het ons aller steun, maar zeker ook die van INM. En daar is natuurlijk onlosmakelijk aan verbonden dat de versterkingsopgave die we hebben heel groot is. En dat alles wat we eraan kunnen doen om die versterkingsopgave op een goede manier in te vullen, ook uiteindelijk op een manier die zo kostenefficiënt mogelijk is, die zo min mogelijk kost. En daar kan dit en daar heeft wat er is gebeurd in het hele traject rondom Flood Control Eikdijk in belangrijke mate aan bijgedragen. De uitdaging blijft om het slimmer en beter te doen. Heel veel ligt er. Ik wil ook deze gelegenheid gebruiken om alle founding fathers die de afgelopen 10 jaar aan Flood Control Eikdijk hebben gewerkt, om die te bedanken voor dat werk. De samenwerking gaat voort op verschillende plekken, maar in ieder geval bijvoorbeeld ook in het NKWK, het Nationaal Kennisprogramma voor Water en Klimaat. En de lessen die getrokken zijn en het werk wat gedaan is door Flood Control Eikdijk geven een plek in bijvoorbeeld een onderzoekslijn waterkeren die onderdeel is van dat NKWK. Maar ook in die routekaart 2020 waar ik net over sprak. Afsluiten zou ik eigenlijk willen met een wenkend perspectief. Een droombeeld, zo u wilt. Op de landelijke toetsdag vorig jaar sprak ik van een transitie van domme dikke dijken naar slimme dunne dijken. Een metafoor, dat begrijpt u. En die slimme, slanke dijk is natuurlijk een dijk vol data en informatie. En een dijk die ook heel veel data en informatie nodig heeft. Nu staat in de waterwet dat we 1 keer in de 12 jaar zullen rapporteren over de beoordeling van onze keringen. Maar van die datagedreven slimme dunne dijken zou je toch zomaar kunnen veronderstellen dat we vaker dan 1 keer in de 12 jaar zullen moeten weten wat de staat ervan is. Of kunnen weten wat de staat ervan is. Sterker nog, waarom niet, zei iemand mij laatst, het toekomstbeeld van 24/7 weten wat de staat van je kering is. Nou, als we die droom zouden weten te realiseren en we kijken terug op wat er nodig is geweest om die droom te realiseren, dan denk ik dat we met elkaar zullen constateren dat het werk in Flood Control Eikdijk mede aan de basis heeft gestaan van het realiseren van die droom. En daar wil ik iedereen die daaraan meegewerkt heeft hartelijk voor danken. Dank ook voor de uitnodiging om hier te spreken. En ik wens iedereen heel veel succes vandaag tijdens deze dag en tijdens alle presentaties en workshops die gaan volgen. Dank jullie wel. Ik denk dat je op een voortreffelijke manier je 24/7 droom hebt uiteengezet. Want dat is natuurlijk ook wat de nieuwe technologie ons kan gaan leveren. Want dan is eigenlijk 1 keer in de 12 jaar toetsen iets ouderwets. Dat zit nog in de wet, maar dat zal ooit dan wel richting het 24/7 gaan. En ik denk dat dat ook goed is. Dat de bevolking van Nederland mag verwachten, als je aan al die normen wil voldoen, dat je dan ook permanent... Eigenlijk zijn wij ook niet anders dan 24/7 bezig. Maar dan kunnen we dat ook nog gaan toetsen, 24/7. Heel goed, dankjewel Roald. Heldere uiteenzetting waar het departement ook voor staat en hoe die vanuit dat perspectief leiding geeft aan het proces.